Het was nog niet zo heel lang geleden, denk ik, dat ik zelf ook niet over institutioneel racisme had gesproken. Dat ik ongeveer hetzelfde antwoord zou hebben gegeven als de premier. Namelijk, het is een sociologisch begrip. Het gaat over wat het betekent. Je moet ook mensen begrijpelijk houden, mensen niet afstoten. Maar ik heb eigenlijk de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd. Niet alleen met jongeren die te maken hebben met racisme, maar eigenlijk ook met, nou, ik zou niet willen zeggen ouderen. Maar mensen die verder 40 gepasseerd, nou, van de leeftijd van de premier. Mannen en vrouwen die eigenlijk al hun hele leven hiermee te maken hebben. Wat ze mij heel duidelijk wisten te maken is dat ze zeiden, ja Jesse, een begrip als institutioneel racisme, wat voor jou misschien een sociologische betekenis heeft, het is voor ons belangrijk dat de leiders van dit land deze begrippen wel gebruiken. Omdat wij dan zien dat we worden begrepen en wat dit voor ons betekent. Dus in plaats van te zeggen, ik wil de rest van Nederland niet verliezen, zou ik willen zeggen, nee, we hebben de groep die gediscrimineerd wordt en last heeft van racisme. Hen moeten we tonen dat we snappen waar zij voor strijden. En als daar begrippen bij horen die hen daarbij helpen, vind ik het onze plicht om die begrippen ook te gebruiken. Snap ik. Dat zou ik ook willen. En ik erken ook dat er natuurlijk plekken zijn waar institutioneel racisme voorkomt. Maar waarom ik uiteindelijk het niet wil overnemen als algemene term, hoezeer het misschien ook helpt in de richting van mensen, dat snap ik heel goed. Dat is dat je daarmee ook iets zegt tegen mensen die oprecht menen dat ze dat niet doen. Maar die vervolgens wel van Jesse Klaver en Mark Rutte horen, ja, maar bij jij loopt wel een heel groot risico op institutioneel racisme, al is het maar omdat in jouw omgeving dat heel veel voorkomt. En dan ben je uiteindelijk wel aan de ene kant, dat erken ik, mensen die graag willen dat we die term vaker gebruiken aan het helpen, maar tegelijkertijd ben je ook bezig om, denk ik, een deel van Nederland weer van die discussie te vervreemden. Tot slot. En wat ik als minister-president wil, is dat we een hele grote tent hebben, letterlijk, waarin we met de 90-95% beschaafde Nederlanders in het land met elkaar dit normatief ervaren en vervolgens in ons gedrag bestrijden. En niet daarbinnen zeggen, ja, maar jij loopt misschien het risico en zus en zo. Want dan gaan mensen zich daar tegen verzetten. Een heel andere discussie. Ja, tot slot, de heer Klaver. Ja, sorry. Ja. Sorry, zeker tot slot. Maar volgens mij is dit een goed debat, omdat het wel volgens mij de kern raakt. Kijk, ik denk dat je heel erg moet oppassen met veel mensen of mensen tot racisten benoemen. En te zeggen dat iemand dat is. Omdat dat, als je daarmee begint, dan is het gesprek al bijna afgelopen. Ik denk ook dat heel veel mensen dat helemaal niet zijn in Nederland. Maar toch kan er nog steeds sprake zijn van racisme en van uitsluiting. En juist de pijn die mensen misschien voelen door het over institutioneel racisme te hebben. De pijn die ze voelen, denken, oh, maar ben ik dan een racist? Wat gebeurt? Het is ook nodig. Want om heel eerlijk te zijn, we praten al jaren met elkaar over racisme. En de actieplannen die vliegen ons om de oren. En als er weer een spreekkoor is op de tribunes van een voetbalstadion, dan staan we hier allemaal weer op onze achterste benen. Maar het punt is, er verandert zo weinig in de praktijk. En daarvoor is het juist wel belangrijk dat het ongemakkelijk is. En het is ook ongemakkelijk. Het doet ook pijn als je ziet dat je iemand misschien toch anders beoordeelt op basis van iemands afkomst. Ook al was het niet je bedoeling. En waar ik voor wil waken is dat we in een samenleving leven waarin we dat niet zouden kunnen benoemen. Waarin dat niet helder is. En waar we ook niet iemand de kans geven om te zeggen, oeh, misschien heb ik dat verkeerd ingezien. Omdat we uiteindelijk tot elkaar moeten komen. Omdat dit land, om in de woorden van de premier te spreken, één hele grote tent moet zijn waar we met elkaar samen kunnen leven. Maar daarvoor is dat moeilijke gesprek, die pijn die andere mensen zullen voelen, die eigenlijk nooit zelf te maken hebben met racisme, die pijn is wel nodig in dit hele proces.